op het feest van de aartsengelen, 29 september, bij een afbeelding van de engel Gabriël die de boodschap brengt aan Maria. De kunstenaar heeft zijn fresco ingedeeld in 4 vakken. De bovenste helft is uitgespaard voor God, de onderste voor de mensen. Datzelfde kan gezegd worden voor respectievelijk de linker en de rechterhelft. Op de rechterhelft speelt zich het leven af zoals wij het met onze menselijke ervaring waarnemen. Gewoon een huis met 2 verdiepingen. Op de linkerhelft is het doorgaans onzienlijke mysterie van Gods presentie en werkzaamheid zichtbaar gemaakt. Rechts de menselijke ervaring, links de zingeving daarvan. De engel, die overigens een wat vreemde kartonachtige indruk maakt, neemt een tussenpositie in. Enerzijds staat hij, letterlijk en figuurlijk, onder God. Anderzijds beweegt hij zich op het niveau van de mensen. Sterker, hij staat niet alleen in dienst van God, ook van Maria. Hij neemt een eerbiedige, enigszins geknielde houding aan. Maria reist boven hem uit. In de linkerhand heeft de engel een bloemsteel, waarschijnlijk de lelie, die de maagdelijkheid van Maria symboliseert. Met de 2 vingers van de rechterhand maakt de engel het gebaar van onderricht en zegening, wat eigenlijk op afbeeldingen altijd is voorbehouden aan God of Jezus Christus. De engel doet dus waarvoor die bestemd is: Gods genade present stellen en doorgeven aan de mensen. Uit de geknielde houding van de engel mogen we zelfs concluderen dat God zich blijkbaar ondergeschikt maakt aan de mens. Maar doordat nu de engel Gods gebaar maakt, krijgt God, om zo te zeggen, de handen vrij om nog een ander gebaar te maken. Het gebaar dat hij alles uit handen geeft. De denkbeeldige diagonale lijn van linksboven naar rechtsonder loopt precies via de handen van God over de handen en de schoot van Maria. Een prachtige illustratie bij de woorden van Lucas' evangelie. U hebt genade gevonden bij God, u zult zwanger worden. Zo loopt er niet alleen een indirecte lijn van God via de engel naar Maria, maar ook een directe, van het onzienlijke naar het waarneembare. En om dat te onderstrepen, heeft de kunstenaar de kleuren van Maria's kleding laten rijmen op die van God. Maria's houding is waardig, rechtop, bijna majesteitelijk. Dat is wat Gods genade met mensen doet. Straks zal zij dat zelf zingen. Hij verheft de geringe. Ook dat wordt nog eens onderstreept door het huis waar zich dit alles afspeelt. Dat heeft niets meer van een bescheiden woning in een dorp. Het heeft meer van de ruime zalen van Gods huis.